Vooral bij kleine ondernemers loop zakelijk en privé nog wel eens door elkaar. In deze video ga ik je uitleggen hoe je privébetalingen en onttrekkingen op de juiste manier verwerkt binnen Moneybird. Om te beginnen voeg je in Moneybird een privérekening toe. Een privérekening kun je toevoegen via Tandwiel, Instellingen, Bank. Kies hierop toevoegingen en vervolgens op Privéopnames, Stortingen. Je kunt hier de naam invullen van degene aan wie de privérekening behoort. Ik ga mijn eigen naam invullen. Luce Herink. En hier ga ik aangeven dat het om een eenmanszaak gaat. Selecteer je de juiste bedrijfsvorm, dan maakt Moneybird namelijk automatisch de juiste categorieën voor je aan. Ik klik op opslaan. Wil je zien welke categorieën er zijn aangemaakt, dan kan dat via tandwiel, instellingen. Categorieën en dan balans. Nou, kijk je hier onder eigen vermogen, dan zie je hier drie categorieën staan. Dit zijn privé en dan de naam die je hebt ingevuld, onttrekkingen en in je naam en stottingen en je naam. De categorie privé kapitaal, het woord geeft het eigenlijk alweer, is de kapitaalkategorie. Hieraan kun je aflezen hoeveel eigen vermogen je in je bedrijf hebt. De onttrekkingen en de stottingen gebruik je bij het verwerken van je banktransacties, wanneer je geld hebt opgenomen of hebt gestot. Er zijn grofweg twee situaties waarbij je met je privérekening te maken hebt. Eén, je hebt een zakelijke uitgave met je privérekening betaald. En twee, je hebt een privéaankoop met je zakelijke rekening betaald. Ik ga je eerst uitleggen hoe je een zakelijke uitgave die je met je privérekening hebt betaald kunt verwerken. Je hebt daarvoor, als het goed is, wel een bon, maar geen banktransactie. Ik heb net een bon toegevoegd bij inkomens. Hier staat hij. Ik heb deze bon met mijn privérekening betaald. Dat kan gebeuren. Maar de bon blijft daarom wel op openstaand staan, omdat ik alleen mijn zakelijke rekening aan Moneybird heb gekoppeld. Ik wil dat de bon de juiste status krijgt, namelijk betaald. En ook wil ik het feit dat er met mijn privégeld betaald is, in de balans verwerkt hebben. Je kunt het doen door een betaling te registreren. Klik op registreer betaling. En selecteer daarbij de privéopname-stottingen van je bankaccount. Selecteer daarbij ook de juiste betaaldata. Deze staat op vandaag. Klik op opslaan. Je ziet dat de bon automatisch de status betaald krijgt. Ook in het overzicht krijgt hij de status betaald. Ik ga je even laten zien wat het effect is op de balans. Ik ga hiervoor naar de Balans. Nou, je ziet hier dat er een bedrag is gestort van 121 euro, de stottingen van Louise Herink. En het kapitaal dat ik dus in mijn bedrijf heb gestoken is 121 euro ook. Moneybird verwerkt dit automatisch voor je wanneer je een betaling registreert met je privérekening. Ik ga je nu laten zien wat je kunt doen wanneer je met je zakelijke rekening iets privé hebt betaald, of wanneer je een privéstotting of privéopname hebt gedaan. Ik heb bij bank een transactie klaargezet. Ik heb boodschappen gedaan met mijn zakelijke rekening. Je ziet hier de transactie. Wat je wilt doen is deze transactie koppelen aan de categorie 'onttrekkingen' 'losing'. En wanneer het een storting is, doe je het natuurlijk anders. Ik zoek hier naar 'onttrekkingen' en hier komt de categorie tevoorschijn. Ik klik op 'koppel'. Op dit moment geeft Moneybird nog geen suggestie, maar hoe meer je koppelt, hoe meer Moneybird herkent. Nou, ik zal je ook dit even laten zien op de balans. Ga naar rapporten, balans. Nou, zoals je ziet zijn hier ook de onttrekkingen nu toegevoegd, 12,34 euro. De slottingen staan nog steeds op 121 euro. En het kapitaal dat ik in mijn bedrijf gestoken heb is verminderd. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen met onze supportafdeling.